Hallo allemaal, dit is Gisteren met DK Manek, part 8, part 9 van Donkey Kong Country Returns. En laten we verder gaan met de Crowded Cavern. Sorry daarvoor dat ik niet de intro had genoemd bij de vorige part. Ik weet niet waarom ik dat vergeten was. Blijkbaar was ik zo enthousiast. Was dat ik zo in mijn trance om verder te gaan spelen. In ieder geval, dit is weer een heel ander soort, ja, soort spelmechaniek die we dus nu gaan tegenkomen. En op zich vind ik dit wel veel moeilijker dan die andere, maar dat zullen we wel zien hoe ik het ga doen. Het punt is, we zitten in een soort van barrel roll. En we besturen het ding namelijk met de 2 knop. Dat is het enige wat we hoeven te doen. Hoe vaak op de 2 klikken, hoe hoger we gaan. En dat is eigenlijk de manier om deze barrel te kunnen vervoeren. Hier van die vleermuizen, oftewel hoe Ninwezen ze noemt, vliegende ratatas. Maar dat is zijn quote. Want zo moet het wel spannend worden, hè. In ieder geval, we gaan er tegenaan en we moeten niet te vaak of te veel gaan falen. Want we willen je graag natuurlijk zo goed mogelijk entertainen. En dat is dus niet te vaak falen. Dat is de juiste manier. In ieder geval, we gaan hier naar beneden toe. Daar gaan we weer naar boven toe. En deze vleermuizen zijn best wel cool op zich. Wat ik wel jammer vind, weer een puntje kritiek, is namelijk dat ze in dit spel de tiki's hebben uitgevonden. Of gewoon hebben gebruikt. Ik had veel liever de krokodillen willen zien. Maar ja, de krokodillen, die zijn uiteraard van Rare. En die is namelijk nu in het bezit van Microsoft. En Nintendo bezit niet die licenties. Waardoor ze dus ook het spel niet kunnen gaan uitgeven. Heel spijtig dus. Want ik vond die krokodillen vond ik echt veel vetter passen. Apen en krokodillen in real life. Hoe ze dat uitkomen of hoe ze dat uitpakken. Ik ga me geen aandoen, maar dat doet er ook niet toe. Nou, hier gaan we tegen de baas vechten. Of een soort van. En ik wist. En ik had echt het gevoel dat ik geraakt zou worden. Maar goed, dat kunnen we altijd opnieuw doen. En dat stukje is ook niet gelukkig zo heel ver weg. En dat was het eerste faalstuk. Ik kan me nog herinneren bij de eerste keer speelsessie toen ik dit heb gedaan. Dat ik best wel veel had gefaald. Maar je moet goed kijken waar die naartoe gaat schieten. Je gaat dus naar beneden toe. Nog een keer naar beneden toe. En nu gaan we omhoog. Dus ongeveer 2 keer omhoog en 2 keer naar beneden. Ja, en nu gaan we dus omhoog. Kijk, dit is op de juiste manier te werk gaan. Zo voorkom je dus vele faals. Nu gaat hij zijn beam gebruiken. En is hij nu al geraakt? Wat zit het? Oh, oké. Okay. Dus 2 faals ongeveer. Oké. Okay. 3, 2, 1. Waarom heb ik altijd 15 hits? Ik wil er meer hebben. We zijn al lekker 2 minuten en 50 seconden bezig. Lekker pithaag. Dit is trouwens ook opgenomen op 16 maart. En nogmaals, mijn excuses voor die intro. Want ik zit er natuurlijk mee en ik heb nog niet geëdit. Dus vandaar dat ik er ook over ga zeuren. We hebben nu al de... Nee, dit kan toch niet. Dit kan toch niet, dames en heren. We gaan nog niet tegen de baas vechten. We gaan eerst naar Cranky Kong huis. Want Cranky Kong, die heeft een sleutel. En die willen we natuurlijk graag hebben. Want met die sleutel kunnen we namelijk een leveltje doen. Want ik wil graag 3 levels in 1 part behandelen. Dat kan alleen maar als ik een level unlock met mijn magische sleutel. En dit is Mole Patrol. De naam klinkt goed, maar of het ook fijn speelt, weet ik niet. Dat zullen we dus nu zien. In enkele seconden. Jullie kunnen wat geluiden horen op de achtergrond, maar ze zijn intensief bezig met het bekijken van volgers. Dat is wel gebruikelijk. Oh, we hebben nog zo'n leveltje, dus... Hoe dit gaat uitpakken, dat weet ik ook niet. Maar goed, wij zien hier een mol. John de Mol en... Ja, oké. Seems legit to me. Ik moet trouwens ook nog het avondeten. Heb dat nog niet gedaan. Maar goed, dat is mijn zorg. Niet jeugdzorg, maar mijn zorg. Oké, hier zie je van die mollen. En dit keer zijn ze wat gevaarlijker dan ooit. Want ze gebruiken namelijk hun hamers. Hier zien we een leuke locomo-motief. En kun je dat ding vermoorden? Ja, dat kan. Dat kan, Donkey Kong. Wees maar... Oeh, wat willen ze doen? Kijk hoe gierig ze zijn. Kijk, die mollen, hè? Oh, die mollen, die moeten gewoon molesteren. Dat is de zaak gewoon. Die moeten gewoon molesteren. Die hebben hier niks te zoeken. Onder de grond. Nee, die hebben daar wel te zoeken. Want die zegt ook niet tegen vogels dat ze niks te zoeken hebben in de lucht. Daar hebben ze uiteraard... Oh, wacht. Dat is een instant death. Hoop, ik ga niet alles opnieuw doen. Nee, ik denk het namelijk wel. Die mollen die zijn best wel pithaag. Oké. Nou, dit stuk heb ik gezien bij de waar had ik het ook weer gezien? Oh ja, ik bij die
Ja, die... Wat wil ik nou allemaal uitkramen, joh? Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik wil uitkramen. Wat ik wilde gaan uitkramen was namelijk dat je dit stukje van de trailer ook zag van de 3D-versie van Donkey Kong Country Returns. Uiteraard. Mooi. Nou, we willen de letter G, want die is cool. Met een G. Wat? Oh my gosh. Ja, dat was het. Hier is hij weer bezig met het ronddraaien van die loopings maken. Ik hou niet van achtbanen die om de kop gaan. Dat is echt één ding wat ik niet mag. Oké, we gaan hier doorheen. Ja, dit gaat best wel snel. Dit zou je ook willen hebben in het echte leven, want ja, dit moet wel spannend worden. Oké, en je hebt van die ijzeren gletsjers. Oh mijn god. En zie je, precies. Dit is altijd het geval. Ik ben net op het laatste dood gegaan. Komt alleen maar door die pedo's. Ja, dat is zo. Het komt alleen maar door de pedo's. En dames en heren, nu. Zo moet het spannend worden. Dit gaat gewoon echt spannend worden. Want ze noemen mij niet voor niets Lothar. Want nu gaan we tegen de eindbaas vechten. En wat hebben we dit snel behandeld in part 9 al? En we zijn bij wereld 4. Oh my gosh. De mole train. Deze kan ik me wel goed herinneren. Hoe komt het omdat ik deze gewoon leuk vond? Deze vond ik gewoon super tol. En laten we de tolheid ook gewoon laten reageren met de interactiviteit rondom het universum. Want wij zijn de universele mens. Net zoals Leonardo da Vinci. Zo noemde iemand hem. Letterlijk, toen ik geschiedenis aan het kijken was, noemde letterlijk iemand hem Leonardo da Vinci. Maar die Vinci, dat zeg je niet zo. Het is een Italiano, dan zeg je gewoon Leonardo da Vinci. Maar niet da Vinci. Welke mogolte zeggen nou Leonardo da Vinci? Echt, da Vinci. Dat zeg je net zoals da Funky. Leonardo da Vinci. Maar ze waren niet zo funky in die tijd, want ze waren lekker literatuur, lecture, alles rondom maar bezig. Dus. Oké, nou dit is... Dit vind ik de leukste soundtrack, echt... Oh mijn god, wat ik daar nou weer. Oh. Okay. Jump eroverheen. Waarom kan ik niet op dat ding blijven? Maar kijk hoe ik dit nu uitvoer. Kijk, zie men gaan, jong. Zie men gaan. Niet zie men, maar zie men gaan. Ja? Ja? Oké, die pak je maar voor het geval dat. Oké, kan ik jumpen? Waarom val ik ervan af? Oké, nu moet ik echt niet gaan falen. Want het is het laatste segment van het spel en ik... Ja. Oh my gosh. Nee, die hoeven wij niet. Nee, kom. Oh mijn god. Hallo allemaal, we zijn weer terug. En dit keer gaan we niet al te veel falen. En Jezus, wat faalde ik. Dat is gewoon echt gewoon te veel gefaald. En dat wilde ik natuurlijk niet hebben. Dus nu ga ik me ietsjes concentreren op da Vinci. Op da Vinci rules. Ja, de da Vinci rules, die kennen jullie waarschijnlijk. Da Vinci. Oké, nou, wat we gaan doen, we moeten goed... Het punt is hier, goed timen en goed springen. Kijk, hoge jumps of lage jumps? En ik denk, ja, ik wist het gewoon. Ik wist dat ik dat zou doen, maar gelukkig heb ik een hartje gepakt. Oké, kan ik hier zo pro zijn door te springen, te jumpen? Ja, dit gaat nog lekker. Ik zei... Dit gaat of dit ging nog lekker. Ja, ja, ja. Os. Nee, hé. Pot, Jandori. Ja, dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. En waar is het wagonnetje? Daar is het wagonnetje. Oké, dit keer gaat hem echt worden. Ik heb de vertrouwen. Ik heb de volle vertrouwen in Donkey Kong. Want ja, Donkey Kong is natuurlijk baas. Baas en eigen bos. Dat heb ik al vaker gezegd. Maar dit keer gaat hem gewoon worden. Dit keer... Ja, ik kan het gewoon niet ontwijken. Daarvoor ben ik niet zo pro. Sommigen die zijn wel zo pro. Maar ik ben niet zo pro. Ja, we weten hoe goed jij bent. Oké, en waarom mis ik dat ding nou weer? Ja, oké, mooi, jump. Ik wil wel natuurlijk een leventje pakken. Want ja, die zijn wel nodig, hè, als je geen bananen om je buurt hebt. Vooral 100 bananen, want zoveel zijn levens waard. Ja, ja. Nee, ik wil u pakken. Ja, op een goede manier dan. En niet, ja, zo op die manier. Op die fiets. Nee, waar is dat ding? Oh, daar is dat ding. Oeh, dat ging maar net goed. Oké. Bug. Jump. Niet een bug van een bug van een lijk, maar gewoon een bug. Snap je? Mijn bug.
Gewoon B-U-K. Ja, dus... Oh mijn god. Ja, dit gaat nog heel goed. En nu, hier is de eindboss. Hier is de eindboss, jongens. Nee, nog niet hoor. De eindbaas is er nog niet. Die komen nu tegen. Over enkele secondes. Zo dus. Ja, die gaan er wel aan. Die gaan er echt aan, hoor. Die gaan er echt aan. Nu is het lekker donker, om het gewoon spannend te maken. Maar die gaan er gewoon aan, hoor. Die gaan... Pontian door, kom hier. Kom hier. Biatch. Oké, dit is zo verschrikkelijk. Irritant. Mac a wall. Of whack a wall. Okay, kom hier, kom hier. Mooi. Ik denk dat dat de laatste was. En dit is de juiste wagon. Nu gaan we vechten tegen de endboss. Ja. Oké, waar is die flikker? Die komt hier. Die zou ergens moeten komen. Waar? Oké, dat was niet grappig, hè, vriend. Dat was niet grappig. Dat was niet grappig. Jij gaat er gewoon aan. Dat was niet grappig. En ik wist dat je daar zou komen. Jij hebt een spawner. En nee. Oh yes, de laatste. Oh, wat voelt dat goed, jongens. Dat voelt zeker goed. Heel spijtig voor John de Mol. Dit is eigenlijk King John de Mol. En die soundtrack die je nu hoort. Verschrikkelijk mooi. Verschrikkelijk. Dit is gewoon uitermate verschrikkelijk. Oké, jongens. Dit keer. Dit keer ga ik hem ponen. Want dit keer verdient hij ook een Epona. Dat vertelde Davinci mij toevallig onderweg naar huis. Oké. Zijn we er klaar voor? Oh, yes, yes, ja! Yeah. Oh, dat voelt lekker, jongens. Dat voelt zo goed, hè. Om een wereld... Ja, gewoon om... Ja, dat voelde gewoon lekker. Dat voelde gewoon lekker. En hoeveel hits? 22. Ik weet niet meer wat mijn record was. Maar goed, we gaan een continue drukken. Dat deed ik de vorige keer ook niet bij de... Part 7 was uit mijn hoofd. Part 7 uit mijn kap. Maar goed, even kijken hoor. En daar zien we een train. Of een wagon of een drillboard. Spirit Tracks. Iets in die richting. In dit geval, ja. De Mole Train. We hebben een nieuwe wereld geunlocked. The Forest. Nou mensen, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Yo.